Nou hebben we het de hele tijd over je huidige werk gehad, Harry. Maar ik heb jou ook eerder gesproken. En jij hebt een droom, hè? Ja, daar heb ik er wel meer van. Maar een hele belangrijke droom. En daar ben ik ook eigenlijk al een paar jaar mee bezig. En dat is te zorgen dat mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, dat die een waardige plek op de arbeidsmarkt gaan krijgen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook de hele trend vanuit de regering. Maar ik denk dat dat ook een stukje verantwoording is voor ons allemaal. Dat we die mensen, en of dat die nou een verstandelijke of een lichamelijke beperking hebben, dus een achterstand, of dat het mensen zijn die langdurig uit de running geweest zijn of wat ook, daar ligt voor ons allemaal een stukje werk om die mensen een waardige plek in de maatschappij te geven. En dat is best heel lastig. Dat is best heel lastig. Want weet je, ik denk dat er heel veel ondernemers zijn die dat ook heel graag willen. Maar je hebt daar een ondernemer, de naam zegt het al, die moet zich bezighouden met ondernemen. Wat je heel vaak ziet bij deze doelgroep is dat er een stukje extra ondersteuning nodig is. Nou, dat hebben de meeste ondernemers, hebben dat gewoon niet in huis. En als dat mist, ja, dan is de kans van slagen ook gelijk een heel stuk kleiner. Dus wat ik eigenlijk als droom heb, dat is een bedrijf neer gaan zetten waar ruimte is voor mensen met achterstand op de arbeidsmarkt. Commercieel bedrijf, dus waar gewoon geld verdiend wordt. Want geld verdienen, dat is echt geen vies woord. Dat is nodig, maar, hè? Ja, dat is nodig. Maar daar kunnen ook die mensen kunnen daar heel veel, ja, hoe moet ik dat zeggen? Die kunnen zich daar ontwikkelen. En die kunnen daar. Maar wat moeten ze dan doen? Nou, wat ze dan moeten doen, je moet gaan kijken bij die mensen waar ze goed in zijn. Ja, ik praat een heel klein beetje uit ervaring, omdat ik een dochter heb met een verstandelijke beperking, dus met een achterstand op de arbeidsmarkt. Zij zei zelf tegen mij, ja papa, er zijn mensen die kijken naar hetgene wat ik niet kan. Nou, daar wordt ze de hele leven eigenlijk al een beetje op aangekeken. Ja. Dus juist kijken wat die mensen wel kunnen, waar ze heel goed in zijn. Nou, noem bijvoorbeeld een voorbeeld. Mensen met een storing in het autistisch spectrum. Die hebben heel veel behoefte aan structuur. Ja, wie niet eigenlijk, maar mm-hmm. Die hebben heel veel behoefte aan structuur. Zorg er dan ook voor dat ze dat krijgen. Maar ja, en een van de belangrijkste dingen vind ik, dat is een stukje zorg op de werkvloer. He, dus jobcoaches, hartstikke mooi. Maar als die van extern moeten komen, dan loop je het risico dat ze er niet zijn op het moment dat je ze nodig hebt. En op het moment dat je niet nodig hebt, als je lelijk gezegd een beetje voor de voeten lopen. Nou, ik ga ervoor dat er een onderneming komt, in verpakken, dienst verlenen, waar mensen met een afstand op de arbeidsmarkt een waardige plek kunnen krijgen. Nou, daar gaan we het zo nog heel eventjes over hebben. Maar we gaan eerst luisteren naar Adele met Make You Feel My Love.